welkom in deze nieuwe weekvlog. Wij zijn nog steeds aan het logeren bij mijn zusje. En Nikki en papa liggen nog lekker te slapen. Goedemorgen, heren. Hoi Nikki. Heb je goed geslapen? Maar je vindt wat een beetje spannend, hè? Tuurlijk, bedenk wat, hè? Ja. Om Lea en jou niet wakker te maken. Ik dacht dat je ernaast zou lagen. De hele tijd, een half uur lang. Wat ben je aan het doen, schat? Eten aan het geven. Eten aan het geven? Hoezo typisch jongen, typisch meisje. We zijn weer thuis. De kids zijn lekker bezig. Aan het kleien. En Maarten is boven een bed aan het opmaken. En ik ga even een lunch maken. Ik denk dat ik met alle restjes die we nog hebben, wat wraps ga vullen. Als mijn lepel. Pak maar uit een bakje een lepel. Het is een namiddag. Ik ben bezig met het opvouwen van de was. Lea slaapt en Nikki is weer een mooi kunstwerk aan het maken hier. Waarom doe je dat nou? Omdat het is een fout. Oké. Ga je nog een nieuw kunstwerk maken? Ja. We moeten in de prullenbak. Zo. En verder. Wij gaan hier de platen draaien. Net een home trainer. Zo heet zo'n fiets die je binnen hebt staan. Ja. En daar komt papa. Yay. Woehoe. Het is dinsdagochtend. Ik heb Lea. Van school gehaald, van de Peuterspeeldag gehaald. En ze is weer haar eigen broodje aan het smeren met chocopasta natuurlijk. Oh, ik moet even de telefoon oppakken. Nou, het telefoontje was iets langer, waardoor Lea nu slaapt. Althans, in bed ligt en turnt. Waardoor ik dus nog niet gegeten heb. Maar wat ik dus wilde zeggen, ik ga iets nieuws uitproberen. Van de Lidl. Met rode piet en sunflower seeds. Dus ik ben benieuwd. Het is vegan. En het is weer eens iets anders. Ja, daar ben ik blij mee. Wie is er jarig eigenlijk? Zij leven hoog. Zij leven hoog. Zij leven hoog. Wiep in de wiep. Ja. Mijn dochter komt zo uit een Walt Disney sprookje volgens mij. Moet je zien wat ze heeft aangedaan weer. Lea, wat ben je mooi. Lea. Ik heb hier matrasjes neergelegd. Een beetje zo'n knuffelhoekje, leeshoekje, wat ze willen. Dus kijken hoe dat uitpakt. Lea gaat zo naar bed en dan komt Nikki lekker thuis. En ik ben natuurlijk zoals altijd weer de was aan het doen. Hey, ik ga weer werken bij Devro. Het is woensdagavond. Misschien heeft Maarten zin om hier thuis nog wat te Mama, vloggen. Ik ga We gaan het zien. Oefenen. Ik ga niet oefenen. Wat ga je oefenen? De springzwaardvest uit. De springzwaardwedstrijd. Ja. Laat zien. Je springt ja, met zachtklemmen. Wat zeg je, Lea? Ik wil met zachtklemmen. Ach, jij bent zo goed bezig. Mama is er vandoor. Als papa klaar is met bellen. Nikki, die ja, is goed. Ja, très bien. Ja, we gaan lekker bij de televisie eten, hè, want het is papa-avond. Helemaal zelf gemaakt. Hij is klaar. Heel veel werk. Hele middag aan gewerkt. Het is donderdagochtend, ik heb de kids even naar school gebracht.
En voor deze mama wordt het weer eens tijd om te gaan sporten. Dus ik zet YouTube op. Optima Vita vind ik leuk. Een jonge vrouw die kleine fitness workouts zeg maar online zet. En dus ook voor beginners. Want ik moet gewoon weer beginnen bij het begin. Ik ben even op zolder geweest en heb dit matje nog gevonden. Maarten die was vroeger bij de Royal Rangers, een padvinderij. En dan sliep hij wel eens bij droppings op zo'n matje. En ik zie dat er spinnetjes op zitten. Ik ga dat ding even schoonmaken en dan gaan we beginnen. Ik ga vandaag voor de beginner workout buik, benen, armen en rug. Even een korte, maar omdat ik al een tijdje niks heb gedaan, vind ik het prima om het nu hierbij te houden. Volgende week pak ik een langere. Dus Optima Vita. Ik ben heel blij met haar video's en nu ga ik lekker eten. Ik heb al heel veel zin. Ik had als moeders hele goede bedoelingen van die matrasjes, of met die matrasjes. Even dat ze kunnen chillen en zitten en calming down. Maar mijn kinderen gaven daar een andere invulling aan. Die rennen eroverheen, die vliegen eroverheen, die schuiven met die mat door de kamer. Maar nu moet je toch ook even rusten, hè? Ja. Ja. Helemaal nat ben je. Oh, schat. Het lijkt net alsof je lange haar hebt. Ik ben Nikita. Ik ben een meisje. Jongens, ik ben kapot moe. Ik weet niet hoe het kan. Ik bedoel, het kan toch niet gewoon even een kwartiertje sporten in de ochtend zijn. Ik ben ook best wel vegan bezig, dus het is ook niet... Ik weet het niet. Ik vind het niet meer leuk. Ik vind het niet meer leuk! Maar goed, ik ga koken. Iets met die en nog wat kruiden en zo. Ik moet dus hier koken en ja, hier zo af en toe naar de wasbak. Herkennen we dit, moeders? Kleine rotzooischoppers. Lea gaat haar middagdutje even doen, dat ze vanmiddag niet heeft gedaan. Het heeft wel effect, dat spul, die matrasjes. Of het het gewenste effect is, weet ik niet, maar... Duimpjes omhoog als je vindt dat Nikki mooi kan zingen. Ik vind dat hij echt een leuk stemmetje heeft. Vind ik gewoon. Ja. De truc om groentes binnen te krijgen bij The Kids. Meanwhile wordt hier een parcours gebouwd. Ja, hoe ver laat je het gaan, hè? Nou ja, is goed voor de creativiteit, zeggen ze. Maar goed, dus dit. En daarnaast gooi ik wel ook echt nog van ieder stuk groente iets op hun bord. Zodat ze wel weten dat ze het moeten proeven. En voor papa en mama. Het is donderdagavond en we sluiten bij deze de vlog af. Want morgen beginnen we een nieuwe vlog. Morgen begint de weekendvlog waarin ik start met een date met mijn zoon en Maarten met een date met zijn dochter. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat. Heb daar zin in. En voor nu zeggen we tot de volgende vlog. Leuk dat je keek. Doei!